Onze eerste gast is voor mij het gezicht van de Nederlandse kleinkunst uit de jaren 60 en 70. Ik vind hem een van de allergrootste persoonlijkheden die ik ooit op een podium heb zien staan. Voornamelijk omdat hij zijn hele ziel en zaligheid stopt in elke noot die hij zingt. Er zal volgens mij nooit een tweede van zijn soort opstaan en daarom ben ik blij dat hij hier voor ons wil zingen. Je hoeft geen Amsterdammer te zijn om het volgende stuk te kunnen waarderen. Hij zingt een van zijn allermooiste nummers, dames en heren. Het is stil in Amsterdam. Hier is Ramses Shaffy. De mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. En de stad behoort nu nog aan een paar enkelingen zoals ik. Houden van verlaten straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop te kunnen zingen. Want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Want de mens zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam. En godzijdank niemand die ik tegenkwam. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn geslapen. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven. Dat ik altijd zo zal lopen op een mogelijke uur. Dat ik eraan zal wennen dat dit zal blijven duren. Als de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam. En ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam.